Hallo en leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video van Magical Ride. Nou ja, jullie zijn net begonnen aan de video met de meest uiteenlopende titel. He, wat is mijn droom? Ja, ik heb echt enorm veel dromen, dat kan ik jullie al zeggen. Maar ik ga het vandaag hebben over één specifieke droom. Eén specifieke droom die ik eigenlijk al heel mijn leven heb en ook al enorm veel mensen heb verteld. Namelijk, ik zou dol graag eens een animatiefilm inspreken. Echt waar, dat lijkt me echt de best ever. Een animatiefilm inspreken. Ik weet niet hoe jullie daarover denken. Maar ik vind het geweldig. Hè? Soms kijk ik zo naar van die filmpjes waarin dat stemacteurs bezig zijn met het inspreken van een tekenfilm of van een gewone film. Want ja, in België en Nederland en Duitsland en veel landen eigenlijk wordt heel veel van de gewone films ook gedubt. En zo'n dingen vind ik gewoon fantastisch om te zien. Ik moet ook eerlijk toegeven, ik kijk eigenlijk al mijn, of toch 90% van de tekenfilms kijk ik gewoon in het Nederlands. Omdat ik zo opkijk naar de mensen, de Nederlandstalige, Vlaamstalige mensen die die filmpjes inspreken. Ik vind dat echt geweldig. Het is enorm moeilijk. Echt enorm moeilijk. Dus het valt echt niet te onderschatten. En ja, ik weet dat het enorm moeilijk is. Het heeft ook, ja, maar toch, ik zou het echt eens willen doen. Gewoon mijn stem verlenen aan een bekend figuur. En daar naar mezelf horen, als dat figuur. Ik denk dat dat kei leuk is, om dat te zien en te horen. Ik heb dat ook eens geprobeerd. Daar gaan we nu eventjes naar kijken. Ik ben nog niet bij jou klaar. Ik ook niet. Komaan mensen, maak een rijtje, laat mij geen twee keer zeggen. Ik hoop echt dat die koe oud was. Dit is niet hoe goede mensen zich gedragen. Naar huis, iedereen, nu. Ik ben niet zeker wat hier net gebeurde, maar ik denk dat ik het opgelost heb. Ja, zoals jullie zagen, dit was natuurlijk een stukje uit Beauty and the Beast. Mijn meest favoriete film ever. En ja, moesten jullie het niet weten, ik had mijn stem gegeven aan Gaston en Le Fou. Ja, ik lijk een beetje op Gaston, vind je niet? Maar eigenlijk ben ik meer Le Fou. Nee, ik vond dat eigenlijk heel leuk om dat te doen. Het is totaal niet professioneel, dat geef ik ook toe. Maar het was wel erg leuk om te doen. En eigenlijk, ja, ik zou dat dus echt heel graag in het echt doen. Ik weet ook van, dit was niet echt perfect. Maar ja, voor zo'n normale opname heb je ook stemcoaching en zo. Dus mensen die je aangeven van hoe je het beste doet. En ik moet zelf, ik wil niet echt stoeven, hè. Maar ik vind echt dat ik wel een veelzijdige stem heb. Want ik kan veel figuurtjes nadoen en zo met mijn stem. Ik doe dat niet vaak in openbaar. Maar ik kan bijvoorbeeld Mickey Mouse in het Frans nadoen. Ik spreek echt geen Frans. Maar ik doe gewoon na wat ik hoor tijdens Mickey the Musician. Zo van, bonsoir mes amis, je suis Mickey. Un chapeau parle. C'est très bon. Ja, dat was zo'n beetje Mickey Mouse, hoe die in het Frans klinkt. En ja, de Nederlanders die deze filmpjes kijken, die gaan dat niet kennen. Maar ja, ik ben ook een enorme fan van Chris & Co. En ja, ook die stemmetjes beheer ik een beetje zoals Philip Maas. Ik ben Philip Maas in Schelde en ik heb jeuk en een kabbing aan mijn hand en dan komt daar vocht uit. Of bijvoorbeeld de bokser voor mijn kerst. Mijn club, ja, ik heb mijn beste vriend Duits liggen. Of bijvoorbeeld Camille Spies. Oh, zeker. Dus ja, zo van die. Of ja, mijn spirit animal onder de Chris & Co figuren, de gehandicapte, Fred al.
Het klinkt als mij, de gehandicapte vreet al, Sylvain van Genecht. Irma, is dit nog niet? Ja, zo'n ding. Ik beheers die stem, dus ik... Ja, ik wil die echt niet bestoeven, hè. Echt niet, hè. Want ik klink nu heel stoefachtig. Maar aangezien dat ik dat wel kan, zou ik eigenlijk wel eens heel graag... Ja, die stemmetjes in een films nadoen, die kans krijgen om eens één zinnetje... Al is het één Piet Lutterig zingetje na te doen, zou ik echt keileuk vinden. Want ik gebruik deze video, moest iemand dit zien, die in de filmbusiness zit. I'm your man. I'm everything. En ik doe dat gratis, hè. Ik wil alleen naar de première komen en dan een foto hebben met alle bekendheden. Want ik ben ook dol op bekendhedenfoto's. Maar ik doe het gratis, hè. Ik doe het gratis. Echt waar. Alle filmpjes die je wilt, die doe ik gratis. Zolang dat ik die droom maar kan waarmaken. Om dat eens ene keer te doen. Zo'n filmpje inspreken. Lijkt me echt de best ever. Echt waar. Nu, bij deze. Kennen jullie deze droom? Ik hoop dat jullie dit filmpje... Het was niet echt lang. Ik hoop dat jullie dit filmpje een beetje leuk vonden. Ik vond het alleszins heel leuk om aan jullie eens te vertellen. Graag wil ik jullie vragen om te abonneren op ons kanaal. Een duimpje te geven, omhoog of omlaag. Maar liever omhoog. En dan zeg ik graag tot de volgende keer. Bedankt voor het kijken.